Martin Muller, jij kunt ons wel uitleggen waar we hier vandaag staan en wat we aan het doen zijn? Ja, we zijn hier aan de Noordsingel in Wezep. In Wezep Noord, in een hele lange groene strook. Die loopt van de Turfvorst helemaal tot achterin naar het Agnietencollege. En we zijn hier aan het bomen planten. We zijn hier aan het hoogstand fruitbomen aan het planten. We staan hier, dat is goed te zien denk ik, al 40 fruitbomen. Alleen, er waren er een aantal van in behoorlijk slechte conditie. En wij hebben de gemeente voorgesteld dat we hier wat aan het onderhoud van deze hele strook gaan doen. Deze fruitbomen. En we zijn nu 10 nieuwe appelbomen en fruitbomen aan het planten. En deze strook is van de gemeente, een groenstrook? Dit is een groenstrook, openbare groenstrook van de gemeente, ja. En dat doen jullie dan in samenwerking met de gemeente of als groentje zijn? We doen het in samenwerking met de gemeente. Ja? De gemeente heeft hier ook wat aan voorbereiding gedaan. Ze hebben hier de 10 slechte bomen eruit gehaald van de week. En wij zijn dus nieuwe bomen aan het planten. Dus dat is dan ons werk. Maar we doen het in overleg en met de gemeente. En dat doen jullie met vrijwilligers? Of? We doen het met vrijwilligers. We hebben ook eigenlijk een praktijkcursusochtend. Okay. Van de week hebben we een theorieavond gehad. We hebben hier iemand van Landschapsbeheer Gelderland die onze cursusleider is. En dus de hele club hier begeleidt. En die cursus, hoe lang duurt die? Want je hebt over een cursus daar. Ja, na vanochtend krijgen we nog 3 praktijkochtenden in de loop van het jaar. Dit noemen ze dus ook wel sprengerboomgaard. Mm-hmm. Qua diversiteit van soorten en rassen staan goudrenetten in en yellows. Zetoepen, dat was het. En de goudrenetten waren er gewoon omdat het goudrenetten, omdat ze goudrenetten en de yellow was bestuiven. Mensen denken altijd dat het een boom is, maar het is eigenlijk een gewas. Want het zijn eigenlijk meerdere bomen op elkaar geplakt. Dus hier zie je de wortels. Nou, dit zijn ankerwortels. En dit zijn dan haarwortels. En dan zie je hier, als je heel goed kijkt, zie je een verdikking. En dit is dan een zaailing onderstam, zo noemen ze dat. En hier zit dan het ras of een tussenstam. Dus het zijn meer op elkaar geplakte bomen. En die zorgen ervoor dat je dan dit ras krijgt. Nou, als je dan verder kijkt, kun je misschien nog zien of er ook nog een tussenstam op zit. Nou, hier zie je een verkleuring. Maar ik durf niet voor 100% zeker te zijn dat het ook een tussenstam is. Nou, dan heb je dus een zaailing onderstam met het ras erop. En zoals deze boom hier, die hier nu ligt, ja? Kun je ook herleiden hoe oud dat deze is of niet? Lastig, ja? Maar ik weet dat dan toevallig. De boom aan zich is ongeveer 5 jaar, 3 tot 5 jaar. En we planten hem nu en dan gaat hij van het jaar bloeien en dan heb je ook al vrucht erachter of dat niet? Zeker niet, dat hopen we tenminste niet. Nee. Want als hij gaat bloeien, ja? Betekent dat je wil eigenlijk de eerste 5 tot 7 jaar wil investeren in de groei. 5 tot 7 jaar? Ja. Zo. Maar zo'n boom, deze, dus dan een ceramie, die kan meer dan 100 jaar oud worden. Okay. Dus die 5 tot 7 jaar op zijn hele leven is natuurlijk relatief. Als je hem nu al laat bloeien, dan gaat hij vruchten dragen. Nou, aan dit takje kan dat niet aan. Als hier 3 vruchtjes aanhangen, dan breekt hij. Okay. Dus je wil eerst zorgen dat het allemaal steviger wordt. En dat stevige en mooie boom creëren, hè, in onze beleving. Dat doe je dus door middel van snoeien. Oké. Okay. En want dit is het naamkaartje, dat lees ik Pyrrhus. Saint-Rémy. Ja. En Saint-Rémy, dat is Frans of? C'est bon. Ah oui. En Pyrrhus, waar staat dat voor? Peer. Oh, peer. Ja. Maar de meeste handpieren hebben een Franse naam. Zo. Maar de Saint-Rémy is een plaatsje in Frankrijk. Ja. Dit is een stoofpeer. Een ceremie is in Nederland een stoofpeer. Maar daar wordt hij ook als handpeer geconsumeerd. Omdat het daar warmer is. Zo. En dan hier zo. En dan wordt... Waarom wordt dat touw gebruikt? Nou, dit verrot. Door de wind, als hij nog wat kan bewegen. Dan gaat hij zichzelf de takken onder de grond, die worden sterker. Dat zijn die ankerwortels, die bovenste. Ja, en als dat touw verrot, dan wordt hij gedwongen om het zelf te doen, hè? 2 jaar en dan moet deze boom weg, de bijpaal.
En wat houdt dat in dan, praktijkochtenden? Dat we de boomgaard ingaan. Hier op, in Wezep? Of, In het buitengebied. Oké, okay, bij mensen thuis. Richting Oosterwolde of Oldebroek. Ja. En dan bij mensen thuis? Ja, en dan bij mensen thuis die zelf een boomgaardje hebben. Ja. En die gaan we dan helpen met onderhoud van die bomen. En intussen krijgen dus de mensen ook uitleg. En die mensen die hier vanochtend zijn, die weten in feite niet zoveel van fruit. Gedeeltelijk. Een aantal die zijn in onze groepen, want doen we het eigenlijk al jaren. Ja. Dus voor een aantal in onze groep is het opfrissen van de kennis. En de helft is eigenlijk voor de helft is het ook nieuw. Voor de helft van de deelnemers. Dat is toch wel mooi dan dat je dan mensen kunt helpen om een boomgaard die een beetje verwaarloosd is, weer naar een niveau te brengen dat het voor het landschap weer goed is en dat ze misschien ook wel weer fruit gaan dragen. Ja, ja dat is heel leuk dat dit ook gewoon in het openbaar gebied is. Hè? Ja. Je ziet dat eigenlijk nergens dat er natuurlijk fruitbomen zo geplant zijn. Dus het is even een bijzonder iets geweest wat de gemeente redelijk wat jaren geleden gedaan heeft. En het is leuk om dat nu weer te verbeteren. Lammerbloem, waarom zie ik dat het een peer is? Veel knapperig. Gele hout. Veel bloemknoppen hier. Is nog om een van deze twee eruit te halen, hè? Ja. Nou, dan kies ik daar waarschijnlijk voor deze. En dan, hè? Ja. Ja. Deze staat er net iets mooi in of zo. En ik haal dit eruit. Deze haal ik eraf. Dan kan ik dus gewoon. De takken zouden we weghalen. Die in de west zit. Alles wat elkaar kruist, hoppa. Kruist. Kruist. Dat heb ik gezegd. En we moeten wat gesteltak hebben. Gesteltak, oké. Gesteltak. 1, 2, 3, 4. Je moet eerst weten of we een balkrom maken of een hardtak. Nee, jij hebt hoe is de ochtend verlopen? Ja, goed. Nou, ja. We zijn nog niet helemaal klaar, maar we hebben de eerste twee bomen al gesnoeid. Dus, Kun je nog iets vertellen over wat jullie stichting met deze ochtend, wat de doelstelling is en wat jullie faciliteren voor deze werkzaamheden? Nou, wat wij doen, er zijn 5800 vrijwilligers bij ons aangesloten bij Landschapsbeheer Gelderland. En wat we eigenlijk proberen te doen is kennis aan vrijwilligers te faciliteren. Dus hoe doen wij dat? Door dit soort ochtenden en dagen proberen wij vrijwilligers te stimuleren om meer te doen in het landschap. En dat ze dat ook leuk blijven vinden. Dus als je kennis krijgt, vind je het over het algemeen leuker om het te gaan doen. Nou, en hoe moet je veilig werken? En wat heb je daarvoor nodig? En dat proberen wij allemaal te faciliteren. En als je dan naar de groep kijkt, ze stromen binnen afgelopen week dat je een theorieavond hebt gehad. Ja. En nu in de praktijk diverse dingen uitvoeren. Dan zit er een stijgende lijn in met kennis die ze vergaren en opnemen. Nou, je ziet nou dat ze wel in één keer heel anders gaan nadenken. Hè, over, ik moet een boom goed aanplanten. Een ladder goed neerzetten. En hoe doe je dat dan? En welk gereedschap gebruik je dat dan? Nou, en dat proberen wij te stimuleren. En dat zie je dus ook vandaag. Je ziet nou in één keer dat ze erover na gaan denken van oké, ik moet op een oog naar buiten snoeien. Ik wil bij een appel een boomvorm creëren. Er zit een hardtak in een appel, zullen we die er eens in laten? Dan zie je dat ze zelf gaan nadenken over hoe ze die fruitbomen gaan snoeien. Hier op je jas staan Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dus het gaat wel dat jullie daar naartoe werken om het landschap te beheren of niet? Ja, wij proberen dus vrijwilligers, landschapsvrijwilligers, die proberen wij te faciliteren. Hè? Dus met goed gereedschap. En daardoor hopen wij een mooi landschap te krijgen. 70% van Nederland bestaat nog uit landschap. Hè? Dus maar een klein stukje is bos. En een hele hoop knotwilgen, grienden, houtwallen. Nou, wij proberen daar mensen voor te vinden die dat willen blijven onderhouden. Zodat je daar doorheen kan fietsen, recreëren. Zodat je een mooie landschap ziet. Nou, dat proberen we dus ook vandaag hier te doen. Dit is een stukje landschap in een kern. Nou, en als mensen dat kunnen onderhouden, vrijwilligers dat onderhouden, ja, dan worden wij daar heel vrolijk van. En dan creëer je dus ook weer een stukje streek-eigen identiteit. En dat is het doel ervan. Dus wat we hier vanmorgen met de groep vrijwilligers gedaan hebben, ja, dat is toch ietsjes voor de toekomst. Op poten zetten, dat daar de wandelaar en de fietser van kan genieten in de voorjaar als de bloei er is. En dan in het najaar dat er eventueel fruit aan komt, dat ze dan kunnen plukken. Nou ja, we zijn hier toch met 20 vrijwilligers die in de regen bomen hebben aangeplant. En die dus hiermee het landschap willen verfraaien in Wezep. Dus dat voor de gemeente Oldebroek heb je hier straks een hele mooie boomgaard die vakkundig wordt onderhouden door mensen die het leuk vinden om te doen. Ja, dat is volgens mij winst.
Jullie zijn ingestroomd met de theorie aan en nu in de praktijk uitvoeren. Had je er een beeld van de voorpij en hoe het nou uit is gevoerd? Wat? Ik vond de cursusavond zeer duidelijk. Ik vond dat die meneer erg veel praktische informatie gaf. En ik herken wel veel van wat hij toen verteld heeft. Maar jullie hebben de bomen geplant vanmorgen. En als ik dan kijk van wat er nu is overgebleven, je hebt hem net zelf versnoeid. Nou, dan denk je toch nooit meer van dat dit uitloopt en dat dit wat wordt. Of heb je dat nou net niet nodig bij deze bomen? Jawel, door veel te snoeien de boom meer, zich beter laat ontwikkelen. Oké. Okay. Ja, jij hebt net al aangegeven, ja, het is een koude ochtend. Je had toch wel wat regen gehad, dus het was niet zo. Maar goed, ik vond het toch wel bijzonder om met de tv-ploeg hierbij te wezen. Ik wil je daarom hartelijk bedanken. En wie weet zien we elkaar nog wel een keer in de landen met een actie dat wij er misschien wel weer bij zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. En tot de volgende keer.